Thomas, wat wordt je strategie? Die gaan wij niet verklaren. Welke kant ga je als eerste op, Hans? Met Thomas. We gaan nu eerst richting bed weer. Richting bed? Richting bed. Even slapen. Ja. Alle energie opdoen. Ja, precies. En dan gaan we eerst hier nog even langs de Roggensloot. En dan onderlangs de dijk helemaal. Langs de dijk tot aan Utopia. En dan duiken we het bed in. Dus. En we zien jullie over 23 uur en 50 minuten of zo. Ja, die banden kunnen we gewoon pakken, hoor. Nee, maar weet je wat ook? Ja, maar weet je wat ook? Sorry, daar zit ik in ieder zijn plaatje, zit ik volgens mij. Oh, Erik is de bouw en veel. Nou, jongens.
Eindelijk. Ik hoor het eerste team dat weer te komen. Daar is het vast op. Ja, groot applaus. Met onder andere Thea natuurlijk, maar bovenal Thomas met de doorzettingskracht. En over de teamleden, kijk. Jasper, welkom, welkom, welkom. Zijn jullie compleet? Nee, maar ja, kijk, hoe zijn we compleet? Super. En ze zegt, kom even naar voren. Ik heb gehoord het sponsorgeld lopen hoor binnen en het was een hele mooie ervaring. Iets meer dan dat zelfs. En dat voor de eerste keer echt een enorme prestatie. Thomas, gefeliciteerd. Je hebt je grote wensen is in vervulling gebracht. En nogmaals, echt een onwijs hartelijk groot applaus voor dit team. De rest lekker relaxen en bijkomen. Morgen gaan we horen wat het resultaat is. Ontzettend veel geld opgehaald. Er zijn op een gegeven moment wel bij jullie ook al een beetje duidelijk geknipt tussen twee teams. En die twee teams hebben met elkaar meer geld al opgehaald dan wat we vorig jaar met z'n allen hebben opgehaald. Wow. Maar dan gaan ze zien wie uiteindelijk echt allemaal zijn geld opgehaald. Dus en dat team is 3T. Ja, en natuurlijk deze. Ook nog. Mag ik een applausje? En dan zijn we nu bij het moment om het totaalbedrag bekend te maken en uit te reiken aan Hanneke Zet. Mag ik een applausje voor hem? Het totaal bedrag voor Texel Big Day 2018 heeft opgeleverd 15.000 euro. Ja,
Dankjewel, hè.